Beleidsmakers zijn zich eindelijk bewust van het belang van een goed toeristisch beleid. Dit zegt toerisme-directeur Rabin Bouda in reactie op de aanname van de toerismewet door de Nationale Assemblée. De directeur denkt dat bewustwording over het toerisme ons land positieve vruchten zal opleveren. De toerismeraamwet en de wet Suriname Toerisme Autoriteit zijn op 13 april met algemene 33 stemmen aangenomen in het parlement. Deze wetten moeten het toerisme bevorderen en de toeristensector reguleren. Als je geen wet en regelgeving hebt, als je geen ordening hebt binnen de sector, als je geen structuur hebt, als je geen aansturing hebt, dan gaat ook geen enkele investeerder komen om te investeren in die sector. Dus wat wij tot nu toe hebben gehad is investeringen in de breedte. Nu gaan wij eigenlijk de hoogte in. Dus nu met deze twee wetten kunnen wij aardig gaan move. Met betrekking tot registratie, met betrekking tot klassificatie, grading, standaardisatie, certificeringen, keurmerken. Dat gaat allemaal nu moeten komen. En de sector zal dan beter georganiseerd en geordend zijn. En zo is de klant beschermd, maar zo is het bedrijf ook beschermd. Na de afkondiging van de wetten moeten de bijbehorende autoriteiten opgericht en geoperationaliseerd worden. En komt er een structureel plan voor aanpak van het toerisme.